Deze man heeft eigenlijk geen productie nodig, maar ze onderhandelen te kennen van... ...de Nieuwsuur en zijn correspondentschap in de VS. Deze week in het modusprogramma. ...Twan Huis. Laten, Laten we, beginnen. we beginnen! Journalist in SP, Twan Huis. Hier voor de piep. Hoera! Dank jullie wel. Nou, top dat je er bent. Uh, gefeliciteerd ook namens het publiek. Ja, de microfoon. Yes, top. Volgens mij staat er. Dank jullie wel, allemaal. Leuk dat je er bent. Tweede ja. keer vandaag dat er gezongen wordt. En ook onwijs leuk dat je hier wil komen op je verjaardag. Ja, ik kan me niks leukers voorstellen eerlijk gezegd. Ik ben ja. heel graag onder studenten. Dus voor mij is dit de ideale verjaardagsviering. Beste manier om met, met de bonus te vieren, denk ik. Met z'n allen. Nu wil ik even met een vraag beginnen die jij eigenlijk altijd aan het begin stelt. Ja. Je stelt eigenlijk altijd de vraag: hoe was jij als student? Die vraag is al best wel vaak gesteld. Dus wij willen eigenlijk weten: hoe is het dan huis als journalist? Oeh, dat is eigenlijk een recensie van mezelf, dus. Precies. Ja. Uh, nou, ik durf al te zeggen: doortastend, vasthoudend, nieuwsgierig en geef niet snel op. Mooie beginning. En hoe raakte dan de jonget van uh, zo geïnteresseerd in journalistiek? Ik had, uh, toen ik uh, iets jonger was dan jullie op de middelbare school, had ik een vriendje in de klas en zijn vader was journalist. En ik had echt geen idee wat het precies inhield. We hadden wel thuis de krant natuurlijk, maar wat hij precies deed, dat wist, wist ik niet. En toen kwam ik bij hem thuis en er was een huis vol met Afrikaanse maskers en wayang poppen uit Indonesië. En uh, ik kom uit Limburg. En heel veel journalisten in Limburg uh, die voor radio of televisie werkten in de jaren 60 en 70, die wisten: iedere journalist reist natuurlijk graag, dat er veel mensen uit Limburg geïmigreerd waren naar Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Uh, dus dat waren hele leuke verhalen om te maken. En dat deed de vader van deze jongen ook. En de andere categorie, dat was missionarissen en zusters uit de katholieke kerk, die uh, missie missiewerk deden in Afrika of Papua Nieuw-Guinea. En dat was de andere plek waar je naartoe kon gaan. Als je journalist was. Was toen nog heel veel geld bij de kranten en bij de radio ook. En hij reisde de hele wereld over. En ik zag dat zo thuis. Ik denk uh, die, die, die poppen en die maskers en vlaggen, dat, dat wil ik ook. Ja, dat is echt een inspiratiebron om dat te gaan doen. Ja, maar ik wist helemaal ja. niet wat inhield. Ik wist alleen maar, ik wil ook reizen en dan verhalen vertellen. En wat het dan precies was, ja. dat had ik geen idee van. Ja. En toen ben je journalistiek gaan studeren in Tilburg. Ja. En uh, nou ja, daar liep je dus ook altijd uh, rond met heel erg veel passie. En hij uh, nee, had heel erg veel zin in. In een eerder interview zei je ook dat je een beetje nerd was toen. Uh... Dat zeiden we klasgenoten <laughs> van mij over mij. Ja. Maar ja. die zeiden dat vind ik nog steeds heel raar. Die zeiden van ja, want jij las iedere dag heel veel kranten. Terwijl ik dacht, maar dat is toch de bedoeling, dat je het nieuws bijhoudt. Ja. Maar niet iedereen vond dat. Ja, die rugzak vol met kranten, ja. inderdaad. Ja, het was wel een beetje waar. Er zaten ook wel hele rare boekjes in, waarvan ik me achteraf ook afvroeg... waarom eh, las ik direct waarom... niet meteen slecht denken. Nee, maar goed, dus jullie stieke boeken, laten we daarop houden. Het dat, dat dat is misschien wel aardig om te zeggen, want jullie, kunnen, jullie hebben toegang tot alles nu natuurlijk... via internet en, uh, en ik ook. Maar uh, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ik studeerde, was dat niet zo... En had je alleen papier en radio en televisie. En ik had een aantal ambassades aangeschreven. om van hun materiaal te krijgen. over de landen waar ik in geïnteresseerd was. Dus ik, ik liep inderdaad met hele rare boekjes van de Russische of de Oekraïnse ambassade. met allerlei propaganda shit erin. Maar dat vond ik grappig om dat op te vragen. Ja, en zorg dat er dan juist voor dat je daardoor veel meer kennis had. maar dat je denkt: van nou, dat is beter. Nee, maar ik, het was nog steeds. ik was gefix, gefixeerd op reizen. Ik wilde heel graag Nederland uit. Maar ik had nog niet precies. ik wist nog niet hoe ik dat moest doen. En waar ik kon gaan werken zodat ik op pad kon gaan. Maar dat kwam wel. Ik kijk even links van me. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het met jullie zit met nieuwsgaring. Um, wie leest hier nou dagelijks de krant? Dan mag je even je hand opsteken. Ja, de papieren krant. Papier doe ik ook niet meer hoor. Oké, oké, oké. Mogen de handen weer naar beneden. En dan ben ik wel benieuwd wie leest het online nieuws elke dag. <laughs> nou, oké, okay, dat is wel een, een groot verschil. Um, is het ook vandaag de dag nog dat als je on alleen online nieuws voelt, dat je net zo goed op de hoogte bent? Uh, nou ja, dat is iets de algemene vraag. Het ligt er natuurlijk aan wat je leest. Ik bedoel, als je blijft hangen bij de roddelpagina van nu.nl, dan ben je niet op de hoogte. Ja, dan ben je selectief op de hoogte van uh, roddelnieuws. Maar wat ik fantastisch vind aan deze tijd is dat je eigenlijk overal wel toegang tot kunt krijgen. als je handig bent met het verwerven van uh, passwords. En uh, dat is altijd wel te regelen ergens. Ik werk voor een aantal programma's die de wachtwoorden hebben van hele goede kranten. Maar ik merk ook wel, ik, daar waar ik vroeger bijna bleef steken, jarenlang bleef steken bij Nederlandse kranten, ben ik zeker door mijn correspondentschap in Amerika veel meer gefixeerd geraakt op buitenlandse kranten. Omdat die nu eenmaal sommige buitenlandse kranten, voorzichtig zijn, zijn gewoon heel goed en veel beter en hebben een veel groter budget om nieuws te coveren. Dus. Um, uh, niets ten nadele van de Volkskrant en NRC... maar dat haalt het niet bij de Financial Times en de New York Times. De uh, New York Times heeft meer dan duizend journalisten in dienst. Dus is het naar jouw idee ook een, een, een vereiste om ook dat soort kranten te lezen of dat soort online nieuws? Ja, juist. Je, ik ik ja. vind dat je moet proberen om... Uh, mainstream gebruiken we voor... Dat is een term die je gebruikt, weet ik veel... voor de publieke omroep en de mainstream kranten. Maar je zou het ook anders kunnen zien... Als je leest wat iedereen leest, kom je niet zoveel originele verhalen tegen. Ik haal de meeste verhalen en gasten voor college tour of voor buiten, of haal ik uit buitenlandse kranten. En ideeën voor goede verhalen. Ja. En heel veel journalisten in Nederland, zal je misschien verbazen, lezen de buitenlandse kranten en pikken daar hun ideeën uit. Uh, bijvoorbeeld, het uh, is een beetje een licht voorbeeld, maar de Volkskrant, het AD, heel veel kranten hebben tegenwoordig een nieuwsquiz. Dat is iets wat al jaren bestaat bij de New York Times. En heel veel mensen, ik doe het zelf ook. Iedere week op vrijdag komt de nieuwsquiz van de New York Times online. Elf vragen. En dat format is helemaal overgenomen door Nederlandse kranten de afgelopen jaren. Want dat is klantenbinding. Hè? De, uh, Wordle, ja. zijn er mensen hier die Wordle doen of niet? Of ken je het eigenlijk? Ja. Nou, de New York Times heeft dat net gekocht. Hè, van een man die dat voor zijn vrouw heeft had gemaakt ja dus veel uh, kranten lezen ook en ook veel kijken naar het buitenland om daar inspiratie van aan te halen hè? zeker ja. wat, wat zou dat dan als je drie kranten uh, nieuws apps zou moeten downloaden welke zou dat dan zijn als voor nou, de studenten? ik zou kijk je uh, het abonnement op de New York Times is heel goedkoop geworden ik bedoel ik weet dat het uh, jullie hebben geen uh, ongelimiteerd budget maar online kranten zijn eigenlijk verdomd goedkoop geworden vooral als je student bent en je kijkt naar aanbiedingen dan kun je bijvoorbeeld voor een dollar per week kun je in de aanbieding kun je een, een hele tijd de New York Times lezen. En je zegt hem op en je begint weer opnieuw. Weet je, dat, dat doet toch iedereen. En als je het dan met je studentenhuis doet of met een paar mensen hier, dan betaal je een paar kwartjes. Ja. En dan heb je een superkrant. Maar de krant die ik het leukste vind, maar dat is ook de duurste krant, daarom vind ik het, het is een beetje snobistisch. dat is de Financial Times. Ja, Oké, dus je lezen, ja. dat is goed. Die moet je ja. leren lezen trouwens. Het is niet meteen gemakkelijk, maar ja. dat is juist interessant. En dan zeg maar terug naar naast, dus op de hoogste van het nieuws... goed kijken naar het buitenland. Um, wat zijn dan drie punten voor jou... waar een journalistiek student aan moet voldoen? Nou, ik zou, uh, wat ik zou zeggen... drie punten? Ja. Probeer je zo breed mogelijk, mogelijk te oriënteren. Dus vreet alle verhalen op die je tegenkomt. En niet alleen... Kijk, iedereen hier in de zaal heeft zijn voorkeuren. De een houdt van mode, de ander van sport. Uh, die weer van, weet ik veel, wat er op sociaal gebied gebeurt. Of internet. Ik bedoel, iedereen heeft... Uh, zijn passies en het is eigenlijk leuk om te proberen om daarnaast te gaan lezen dus uit je bubbel te gaan en te kijken wat er nog meer te kopen is en wat ik in Amerika heel leuk vond omdat het land zo gepolariseerd is is om ook die kranten en websites te lezen die juist niet mij bedienden in mijn opvattingen in tegendeel bijna en dan kom je toch ook weer hele interessante dingen tegen. Ja, over Amerika, over je correspondentschap gaan we zo meteen over hebben, want dat uh, is ook zeker interessant. Maar eerst gaan we terug naar het begin van je carrière. Want na de opleiding journalistiek begon je bij uh, Stad Radio Amsterdam. En daarna werd je aangenomen bij Actualiteitsprogramma's Nova, waar je bijna twintig jaar werkte. Um, en daar ging je dus aan de slag als redacteur en verslaggever. En toen vloog je inderdaad uit als correspondent um, naar Amerika. En was dit echt als een soort droom voor jou, die uitkomt? je zei net ook al eerder, ik wilde heel graag gaan reizen. Ja. Nou ja, het verhaal waar ik mee begon in mijn biografie... komt het dus door de vader van een jongetje die heel veel uh, op pad ging. En ik zat toen in de zevende van de, van de basisschool of zo. Zeven of acht. Je. Dus oh, heel was heel jong. Eigenlijk heel jong, ja. Daarom zei ik ook, ik wist niet wat het vak inhield. Ik wist helemaal niet wat journalistiek precies betekende. Maar dat trok me aan. En toen ik gevraagd werd door de hoofdredacteur van Nova... de uh, voorganger van Nieuwsuur, om correspondent te worden... Toen dacht ik wel, van, ja, eigenlijk wilde, dit, wilde ik dit van meet af aan. Alleen, daar durfde ik niet op te hopen, omdat het Correspondentschap Amerika is zo'n trofee. Iets wat heel veel mensen heel graag willen doen. En waarom was jij dan die aangewezen persoon? Um, ja, hij vond mij, geloof ik, wel een goede journalist. Ik bedoel, dat is, ja, het, is een, het is een eervolle vraag, dat wordt niet aan iedereen gevraagd. En hij dacht, hij kan goed reportages maken, ik had al veel in oorlogsgebieden gewerkt... Ik was gewend om te improviseren in crisis- en oorlogsgebieden waar een ramp of een orkaan is gebeurd, of tijdens de Bosnië-oorlog oorlog in Joegoslavië. Dan wordt er alles van je geëist om een goed verhaal te maken onder bizarre omstandigheden die je eigenlijk hier niet kunt beschrijven. Dat moet je meegemaakt hebben. De mensen die nu in Kiev zitten, daarvan zien we het nieuws. Maar het is heel moeilijk om te begrijpen hoe het echt is om onder die omstandigheden te werken. Hoe spannend dat is, hoe moeilijk. Om je verbindingen te krijgen, om onder druk te werken, om een verhaal te vertellen, terwijl jij mogelijk ook slachtoffer wordt van een granaatinslag. En uh, ik denk dat de hoofdredacteur van Nova toen dacht, van nou, dat kan die goed. Dan kan die misschien ook wel een groot land als Amerika coveren. In je tijd als correspondent uh, werd Amerika ook een crisisgebied. 9-11 uh, vond plaats. Jij zat toen ja. in uh, Washington, DC. Hoe ontving jij dit nieuws? Wat ging er door je heen? Uh, de, dit moment is de eerste, de eerste vliegtuig is in de toren gegaan en de tweede die zie je hier uh, op pad komen. En uh, dit is dus ongeveer tussen kwart voor negen en negen uur op dinsdag 11 september 2001. Dat is voor mij het meest onvergetelijke nieuwsmoment wat ik ooit heb meegemaakt. En op dat moment zit ik in Washington uh, aan mijn bureautje in mijn huis een verhaal voor te bereiden dat hier helemaal niet over gaat. En ik zie het eerste vliegtuig uh, erin gaan, maar iedereen dacht dat het een sportvliegtuigje was en een ongeluk. En kort daarna belde een eindredacteur van, van Nova en die zei: van, Heb je het gezien? Ja, ik zit, zit mee te kijken. En terwijl we in de telefoon waren, ging nummer twee erin. En toen Want... wisten we dat, het, uh, dat er iets anders aan de hand was. En vanaf dat moment heb ik drie weken lang geen tijd meer gehad om stil te staan, omdat het volgende vliegtuig, nummer drie, die vliegt in het Pentagon in Washington. En daar woonde ik vlakbij. Uh, hemelsbreed, denk ik, uh, 500, 600 meter. Uh, nou, je kunt het hier zien, even kijken, hier is Pentagon. En wij woonden, met mijn vriendin woonde ik uh, ten oosten van, dit is national, de, de, het monument. En wij woonden in deze wijk. En het is grappig dat je deze foto hebt, want ik, heb, uh, ik had de fiets van mijn opa meegenomen, een erfstuk, een Batavus ontzettend een leuke fiets. En daar kroste ik mee door Washington. Daar viel ik ook een beetje mee op. En wat je moet voorstellen: er is een film met Will Smith, uh, Independence Day. Kennen jullie die film? Oude film. Maar een hele spannende film. Het gaat over: uh, Washington wordt bedreigd door aliens. En er is een uh, exodus uit de stad. Iedereen probeert de stad uit te komen. En dat was op 11 september ook zo. Terwijl jij daar juist toen heen ging. Je, ja, toch? en ik moest, uh, ik moest hier vandaan, uh, hier naartoe over deze brug. En hier is hier nog een brug en dan kon ik naar het Pentagon toe. Maar was je toen juist ook niet een beetje angstig? Dat je dacht, ja, iedereen vlucht wel met reden en jij gaat er juist heen nee. dus om verslag te doen. Nee, dat is het, het spannendste dat? wat er is. Ja. Dus je denkt alleen maar van, hoe kom ik van A naar B? Uh, terwijl ik niet met een auto kan. Ik had een auto, ik kan niet met een taxi. Dus toen ben ik op die Batavus van me overgestapt gestapt. En we hadden nog een andere fiets voor de cameraman. En zijn we hier naartoe gefietst. En aan deze kant van het gebouw was de inslag van het vliegtuig. En dat was een brand. Uh, we konden op, denk 100 meter afstand komen, steeds dichterbij. Daar hebben we een reportage gemaakt, lang verhaal kort. Die heb ik doorgezonden, ondertussen steeds voor de radio dingen gedaan. En toen heeft mijn vrouw die heeft de laatste trein gevonden die vanuit Washington DC naar New York ging. Want net alle... op het nippertje dus. Ja, net op okay. Nippertje. Alle bruggen en tunnels naar Manhattan waren gesloten. En deze trein ging en die kwam uit op uh, Penn Station, dat is het hart van Manhattan. En toen zijn we doorgegaan met verslaggeving daar, drie weken lang. Want hoe handelde je dan? Handelde je in een team daar? Ik had een cameraman, ja. Dus we waren met z'n tweeën. En uiteindelijk ging Chell mijn vrouw, mee als uh, redacteur, producer. Dat deed ze eigenlijk voor de Belgische televisie. Maar ik zei op de ochtend van 9-11, voor de lol, maar een beetje serieus... Vandaag ben je toch wel van mij, hoop ik. En, en, ik, hoe... ik denk dat ik zei, vandaag ben je van mij. Maar toen is zij gelukkig meegegaan, want zij is Brits, uh, van Britse komaf... En uh, ze kan heel goed produceren, heel goed mensen voor de camera krijgen. Hebben, dus, Hebben we met ja. z'n drieën samengewerkt, okay. ja. Nou ja, en daarna toen ben je natuurlijk naar New York gegaan. Ja. En toen werkte u vanaf daar. Um, maar ja, New York, je zei het net zelf ook al dat het dan best wel een gepolariseerd volk is, dus best wel anders dan hier in Nederland qua verslaggeven. Wat zijn dan de grote verschillen? Nou, ik weet niet of er grote verschillen zijn tussen verslaggeven in New York en Nee, want ik bedoel, een goede journalist is een goede journalist, of je uit Oekraïne komt, New York ja, maar of maar Filipijnen. Maar meer aanpak. Uh... Uh, New York is een hele toffe stad om verslag te doen, omdat alle uh, situaties die je kunt voorstellen in de wereld, iedere crisis, die uh, kun je vertellen door de ogen van New Yorkers, omdat het een immigratiestad is. Dus iedereen woont daar. Palestijnen wonen met, met Israëli's uh, op de hoek van de straat, praten ze met elkaar. Uh, wij, bedoel, wij zijn ook heel internationaal nu. En in, in Amsterdam of in Utrecht heb je ook mensen uit Oekraïne. die het verhaal van de oorlog kunnen vertellen. Maar in New York heb je dat nog veel meer. En het is snel, het heeft een hoog tempo. Iedereen wil van alles. De vrienden die ik had, de vriendenkring die we daar hadden. waren allemaal documentairemakers, filmmakers, boekenschrijvers. En iedereen is aan het worstelen om daar te kunnen blijven wonen. Want de stad is te duur eigenlijk voor een uh, modaal inkomen. Dus er zit hele hoge druk op. En dat maakt dat je heel snel moet handelen. Of je valt uit. Of je, je wordt de stad uitgeschopt, bij wijze van spreken. En dat, die, die energie heb ik overgenomen in die periode. En als je die energie hebt overgenomen... helpt dat je dan ook heel erg met dan volgens het werk hier zo? Of, of moest je helemaal omschakelen? Uh, nou, ik moest wel een beetje omschakelen, ja. Ik merkte dat ik toen ik terugkwam na zeven jaar... Dat ik te hard ging. Ja. Oh, oké. Okay. Ik wil nog heel veel terug naar dat 9-11-moment. Um, wat is nou iets wat je daarvan hebt geleerd? Want ik neem aan, je had zoiets nog nooit eerder meegemaakt. Wat, wat staat je nog heel erg bij? Uh, nou, dat je onder dat soort druk en adrenaline kun je drie weken bijna continu doorwerken zonder te slapen. Uh, terwijl er om je heen en vlakbij je de meest dramatische dingen gebeuren. He, dus uh, ik heb niet gezien dat mensen uit de torens vielen. Maar toen ik aankwam samen met uh, mevrouw en, en de cameraman rond een uur of acht op Manhattan, toen de eerste stop die we maakten was bij de ziekenhuizen in de buurt van uh, de Torens. En daar uh, stonden alle artsen en verpleegsters die stonden buiten. Dus ik vroeg ook aan hen, van Wat, uh, wat doen jullie hier? En hoeveel gewonden zijn er al binnengekomen? En toen zeiden ze van uh, nobody came in, they're all dead. Dus er waren. Heel veel slachtoffers, maar die leefden niet meer. Want iedereen die in de toren zat, uh, sommige een heleboel mensen hebben kunnen hebben het gebouw ontvlucht, zijn weggekomen. Maar de mensen die er zeg maar, halverwege weken in zaten, ja, die waren gewoon dood. Dus wat, het eerste wat opviel, was, er waren geen gewonden. Echt bizar voor zo'n groot uh, drama en zo'n grote ramp. En verder. Um, ja, vanaf dat moment was het zo'n spannend, intrigerend, dramatisch verhaal. Want er werd wel gegraven en gezocht naar mensen. En uh, wat ik nooit zal vergeten is de brandweermannen en de hulpverleners die het gebied ingingen, dat was afgesloten, dus konden wij de eerste dagen ook niet komen. Uh, die zag je erin gaan zoals wij eruit zien, met uh, gewoon leven in de ogen en uh, energie. En als ze aan het eind van de dag eruit kwamen, wij stonden op het punt waar ze eruit kwamen, dan was het net alsof ze geen ziel meer hadden. Het was helemaal. De ziel was letterlijk uit het lichaam vertrokken. Bij die brandweerman, het was echt heel akelig om te zien. Die zeiden niks meer en ja, die hadden letterlijk de hel gezien. Je hoort diezelfde verhalen hoor je nu van mensen in Mariupol en de steden die onder vuur liggen van de Russen in Oekraïne. Op een gegeven moment schakelt, ik weet het niet, je gevoelsleven moet uitgeschakeld worden, anders kun je niet door. Wordt een soort automatisch piloot. Ja, voor ja het is overleven. Ja. ja. Ik, um, je deed dit werk zes jaar. Op een gegeven moment uh, moest je terug naar huis. Um, het, toch uh, zit er een bepaalde, nou, ik wil zeggen, correspondenten mogen maar een maximaal aantal jaren in het uh, buitenland zitten. Nee hoor, dat is niet zo. Dat, dat hangt af van de hoofdrecteur van het programma. Bijvoorbeeld. RTL Nieuws heeft uh, laatst een correspondenten veel langer in Amerika zitten. Max Westerman, yeah. die ik kent toen ik er zat, die heeft er 14 jaar gezeten. Zijn opvolger zit er nu al 15, 16 jaar, denk ik. Ja, maar jij moest dan hij op deze manier. Zeven. Ik ja. heb zeven jaar gedaan. 7 jaar? Ja. 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 ja, dan stel ik op deze manier. Uh, vind jij dat er een houdbaarheidsdatum zit aan het correspondentschap in Amerika? Nou, eigenlijk niet. Ik vind zolang je nieuwsgierig bent en je nog steeds uh, verbaast over het land, dan kun je prima doorgaan. En er is ook iets, het kostte mij, denk ik, drie jaar om het land echt onder de knie te krijgen. Het duurt best lang als je correspondent bent, niet alleen in Amerika... voordat je snapt hoe het werkt. En dus Amerika lijkt dan makkelijk, omdat wij allemaal denken dat we het land heel goed kennen... maar het is toch anders als je er gaat wonen. Dan is het een cultuurverschil, ja. ook weer. En wat was dan de reden dat jij vertrok? Uh, de hoofdredacteur van Nova op dat moment had beloofd aan mijn opvolger... dat hij uh, dat aan de beurt was en dat ik terug zou komen. Hij was het alleen vergeten met mij te bespreken. Gewilde plek. Oh, maar jij wilde eigenlijk niet weg, toch? Totaal niet, nee. nee ik vond het nee. vreselijk om weg te gaan. Wa waarom wilde je niet weg daar? Uh, nou ja, omdat alle grote verhalen in de wereld die je zou willen vertellen... die beginnen of eindigen in Amerika. Het is een beetje overdreven natuurlijk. Maar iemand heeft mij verteld toen ik uh, die correspondentenpost aangeboden kreeg... toen deed ik verslag in de jaren daarvoor van de Bosnië-oorlog, zoals ik al zei... En uh, de burgeroorlog in Somalië, en in Afghanistan was ik, en in Irak. En het laatste conflict was uh, uh, het conflict in Kosovo. En dat leidde tot een hele grote vluchtelingenstroom. En daar kwam ik in contact met een Nederlandse ambassadeur. En uh, ik vertelde hem: vond ik een hele leuke man, een wijze ervaren man. Van: Ik heb de, aan, het aanbod gekregen om naar Washington te gaan, maar ik twijfel enorm. Want het lijkt me zo'n saaie baan, doe je daar verslag van de Amerikaanse politiek en wat gebeurt er nou in Washington? En toen zei hij even, nou je hebt gelijk, ik heb daar ook gezeten, maar wat je, waar je nu verslag van doet van deze crisis in Kosovo, alles wat hier gebeurt wordt besloten in Washington. En daarom moet je dan naartoe, want je moet leren hoe uh, de macht werkt en hoe powerplay gaat. Ik bedoel, vandaag is Biden geland in Brussel. Amerika nog steeds er is niet veel veranderd. Met toen ik correspondent was, slaat de maat ook in dit conflict. En daarom vond hij dat ik daar naartoe moest gaan. En hij was had absoluut gelijk. Het was heel verstandig uh, advies. Ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Ja. En uiteindelijk moest je dus ook terug. Ja. Um, ja. En je zei ook al net van ja, maar je ging daar eigenlijk veel harder te werk, of dat je veel meer in een hard tempo ging. Ja. Um, heb je dat dan hier in Nederland wel ook geleerd, omdat wat... Ja, Wat meer af te remmen. Is dat zeg maar nodig als journalist hier in Nederland? Nou ja, je moet je, je, moet je altijd misschien een beetje aanpassen aan redacties. Maar het, het nadeel van het correspondentschap, als je het leuk vindt, is dat het zo'n leuke baan is. Omdat je niks te maken hebt met een dagelijkse redactievergadering en kantoorgeneuzel en uh, weet ik veel. Weet je, alles op pad ook. Ja, je bent op pad en je bent de baas over jezelf. Ja, tenzij je een rot hoofdredacteur zegt, hebt die zegt van uh, je, je moet dit doen of dat doen. Maar als je een goede correspondent bent. Dan maak je je eigen winkel en jij zorgt voor mooie verhalen. En dan zegt iedereen bedankt voor het mooie verhaal wat je ja. gemaakt hebt. Okay. En om dan weer terug te komen op een redactie en in een bureaucratie te gaan werken, daar heeft iedere correspondent last van. Ja. Dus dat was niet exclusief voor mij. Oké, okay. nou kijk even naar links. Um, ik weet niet of jullie alvast wat vragen hebben, maar dan is dit nu het moment. Als je een vraag hebt, steek je hand omhoog. En dan komt, uh, komt Mina naar je toe met, uh, met een microfoon. God. Zeg ja, maar, hij zit lekker dichtbij. Noem dat toch? Oh, ik ga staan als je vraagt. Hi. Hallo. Uh, ik ben Chris, ik ben eerstejaarsstudent uh, journalistiek. En ik wil graag weten, als je het zo verschrikkelijk vond om uit New York weg te gaan, waarom ben je dan niet gestopt in Nederland en ben je daar iets gaan zoeken? Nou, ik kreeg een baan in Nederland. Ik kwam terug als presentator van, uh, van Nova, of bedoel je dat niet? Ik denk dat je bedoelt dat je daar aan de slag ging. Dat je daar dus op oh, daar ja, in, los van uh, de Nederlandse redactie. Ja, goede vraag. Dat, ik heb het ook overwogen om dat te doen om uh, ontslag te nemen en zelfstandig door te gaan. Uh, en dan kom je terug bij het eerste probleem: New York is een hele dure stad. En als je dat vanuit het niets moet opzetten. Dus je komt uit een vaste baan met een vast salaris erbij en met onkostenvergoeding, dan weet je wel dat je uh, terugvalt naar van een normaal inkomen naar de armoedegrens. Met het risico dat het uiteindelijk uh, misgaat. Maar ja, ik had het kunnen doen. Ik heb het ook overwogen. Ik heb nog iets heel irrationeels gedaan. Ik heb het half jaar voordat ik wegging, kocht ik iedere week een lotto ticket voor de mega million. Ja. Ik dacht van nou, als het lot mij gunstig gezind is, dan, uh, dan win ik en dan kan ik blijven. Allemaal hele rare uh, fantasieën die je dan hebt. Ik heb helemaal niks gewonnen ook. Maar goed, ik dacht op een gegeven moment toch van: weet je, ik moet, ik moet toch een keer terug. En ik kan nog een jaar blijven, misschien nog wel twee jaar. Uh, maar uiteindelijk komt er een moment dat je, dat je niet in het land blijft waar je correspondent wordt. En nou ja, ik heb besloten om terug te gaan. En eerlijk gezegd werd, uh, kreeg ik, een, ik kreeg een nieuwe baan. Daarom moest ik terugkomen. De presentatoren van Nova op dat moment, Paul Witteman en Jeroen Pauw, die gingen een talkshow maken. En de hoofdredacteur zei van, uh, we hebben ooit afgesproken dat, dat als er een plek vrij zou komen... ...dat wilde je zelf ook graag in het presentatieteam, dan zou je terugkomen. Nu is het moment... En dan uh, doe ik een beroep op je. En toen dacht ik van, nou ja, dat is ook terecht. Dus uh, terug. En ik heb het hartstikke leuk gehad toen ik die baan had. Is nou, je vraag zo een beetje beantwoord? Nou, tof, dankjewel. Um, je hebt ook nog iets meegenomen, en dat sluit goed aan op het uh, ja. onderwerp over Amerika. Ik heb dus, twee uh, dingen meegenomen. Erbij. Het eerste is: dit is een beetje een giveaway. Zijn er Limburgers hier in de zaal of niet? Komt er iemand uit Limburg? Waar Kijk, kom je vandaan? Limburg dat? Ben je de enige Limbo hier? Ja, oké. Okay. Ja, niet dat het, ik, ik heb een, uh, een boekje meegeschreven dat ik jaren geleden heb geschreven. Dat heet Overgeluk. En ik dacht, uh, ik, krijg, ik heb vanochtend allemaal cadeautjes gehad. Neem een cadeautje mee voor jullie. Als, je, als jullie na nou afloop zeggen van uh, die student heeft de beste vraag gesteld... dan signeer ik het boek en dan is het, het boekje ja. voor die student. Nou, dus denk goed na over de vragen. Dus hè? dat is één. Ik wilde zeggen, waar gaat het over? Maar het gaat over geluk. Het gaat over ja, geluk, ja. Ik heb een klein onderzoekje gedaan ooit een keer voor een lezing... Uh, naar dat thema over geluk. Daar was ik nieuwsgierig naar. Ik vond mezelf uh, een gelukkig persoon. En toen dacht ik, hoe, hoe komt het eigenlijk? Hoe krijg je geluk? Hoe hou je het vast? En waarom verlies je het af en toe? Dat was een filosofisch onderzoek. Tevast, maar dat, is niet wat ik, dat, bedoel, dat was meer een uh, cadeautje voor jullie. Maar hiervoor heb ik even jullie hulp nodig. Okay. Dit is uh, de, de vlag van New York. Ja. Die hing, ja, als jullie hem daar boven vasthouden, dan moeten we hem helemaal uittrekken. Uh, Deze vlag die hing op een hamburgertentje vlak in de buurt van waar ik woonde. En waarom ik het, uh, ik heb gevraagd aan de eigenaar van dat hamburgertentje, van mag ik hem hebben? Want dat, dat, uh, dat was op een pier. In New York heb je allemaal pieren waar vroeger ook de immigranten aankwamen. En dit was een pier in de Hudson, en dat werd gerenoveerd en die tent ging weg. Ze zei, ja, uh, mag je wel hebben. Ik zei tegen hem, dan krijg je een ruil voor een fles gin, Dutch gin. Goeie deal, vond hij. En waar ik, waarom ik hem jullie wilde laten zien, een kleine geschiedenisles, niet veel mensen weten dat de vlag van New York is zoals je ziet, deze is verkleurd, uh, blauw, wit, oranje. Dat was vroeger oranje. En dit is de originele vlag van Nederland. Uh, de Nederlandse vlag uit de 17e eeuw, misschien hebben jullie daarvan gehoord... die noemden wij vroeger in het Frans orange, blanche, bleu. Oranje, wit en blauw. En New York was natuurlijk vroeger Nieuw-Amsterdam. weten jullie misschien ook nog wel. En Nieuw-Amsterdam droeg... De kleur van de vlag van Nederland. En in het zegel van New York zie je een aantal Nederlandse elementen. In het midden zie je de molenwieken. Uh, daarnaast staan twee tonnetjes met meel. Daarboven staan twee bevers. En dat was de reden waarom wij Nederlanders in New York waren. De, de bedoeling was oorspronkelijk om een passage te vinden, een doorgang uh, via de westen, het westen naar uh, Indonesië, naar nou, de, de kruiden en van alles nog wat. En dat lukte helemaal niet. De eerste kapitein Hudson die dat probeerde met een boot, die ging de Hudsonrivier op, die naam vernoemd is. En hij dacht dat dat een doorgang was naar, naar de west, maar dat bleek een rivier te zijn. Anyway, 1625 is uh, het moment waarop Nederlanders uh, de stad enterden. Kwamen we dus een beetje aan. En je ziet een kolonist, dat is een Nederlander en een Indiaan. En daarmee ruilden we de huiden van bevers. En dat deden we omdat alle bevers die hier gebruikt werden in Europa voor hoeden en jassen, die waren afgeknald. En eh, op Manhattan bleken nog heel veel bevers te zitten en de indianen die wilden zich graag ruilen voor van alles en nog wat. Dus deze vlag, die overal op ieder stadsgebouw hangt van de stad New York, in parken, als je er naartoe gaat, kijk omhoog, dan zie je overal deze vlag. Het is gewoon de Nederlandse vlag. Was vroeger van ons, we hadden het nooit mogen afgeven. Maar de vlag hangt er nog. Nou, toch? Dankjewel. Mooi. Ja. Zo toch die band met uh, Nederland en New York? Ja, overal waar je ja. komt kom je wel eens Nederlands tegen. Precies. Ja. Ja, top. Dankjewel. Nou, we gaan door naar een vast uh, rubriekje. Dat is Dilemma Donderdag. Ik uh, stel twee dilemma's aan jou voor. En dan moet je zo snel mogelijk kiezen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Oké. Okay. Limburg of de Randstad? Ja, je moet kiezen. Je moet kiezen. Limburg. Oké. Okay, Fly Me to the Moon van Frank Sinatra of Paradise van Goldblame? Fly Me to the Moon. Een oorbel of een flinke tattoo op je arm? Oorbel. Oké. Okay. Correspondent in de VS of uh, college tour? College tour. Oké. Okay. Nooit meer een wandeling maken of nooit meer interviewen? <laughs> ja, we hebben het je niet makkelijker gemaakt. Kiezen. Uh, nooit meer wandelen. Oké. Okay. Met of zonder Gin Tonic ik een interview houden? Zonder. Zonder, oké. Okay. Uh, je boek Wanderlust of ik ben een New Yorker? Uh, wanderlust. Oké. Okay. Nog een interview met Holleder of met de Lama? Holle. Oké, okay. interessant. Dank je wel. Wat vond je het lastigste dilemma? Uh, wat was het uh, wandelen of? Ja, nooit meer wandelen of nooit meer interviewen. Ja, nee, dat, dat vind ik een onmogelijke keuze. Ja. ja, maar goed. Wandelen dat kun je langer blijven doen misschien. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ja. Na je correspondentschap ging je bij Nova aan de slag. Uh, op dit moment kennen we het als nieuwsuur en uh, daar nam je ook de presentatie over. <middels> Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Een nieuw programma met nieuws, sport en achtergronden. Zometeen een exclusief gesprek met de president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad. En natuurlijk de politieke gevolgen van het vertrek van Abklink. Klink. En dit en jaar verwacht Duitsland een recordaantal van 800.000 asielzoekers. Goedenavond en welkom bij een unieke uitzending van Nieuwsuur. Nieuws... Hallo. Hi. Hoze. Volgens de NOS was uh, Nova niet neutraal en onafhankelijk genoeg. Uh, nieuws weer moesten terugbrengen. Wat was jullie plan hier precies voor? Want de programma's lijken in principe best wel op elkaar. Het zijn in feite dezelfde programma's. In een ander jasje, nu ja. weer met andere presentatoren. Dus wat was de gedachte daar? Ja, weet je, nu stel je een vraag over het uh, meest treurige onderwerp... de publieke omroep en alle machinaties die daar zijn. Nova werd gemaakt door de NTR en de VARA. De VARA heeft een politieke kleur. Sociaal-democratische omroep van oorsprong. En de NOS um, wilde niet aan het programma meedoen... zolang de VARA erin zat, omdat de NOS neutraal moet blijven. Dus het kon ook eigenlijk niet. Um, en de toenmalige hoofdredacteur van, uh, van Nova vond wel dat het moest gebeuren. De NOS heeft natuurlijk een heel groot netwerk aan correspondenten. En um, het was eigenlijk een betere combinatie, vond hij. Dus de NTR en NOS. En dat betekende dat uh, toen, het, toen de VARA eruit ging... dat het programma ook onafhankelijk en neutraal... Moest merkt u dat, dat verschil dan ook daadwerkelijk? Helemaal niet, want wij interviewden helemaal niet... Uh, vanuit een sociaal-democratisch perspectief. Dat is allemaal gelul natuurlijk. Je interviewt uh, naar die zaken die belangrijk zijn. En ik vind ook nog steeds, maar ik ben een beetje oldschool... ik weet niet hoe jullie dat uh, daarin staan... maar ik ben opgegroeid met je geeft je eigen mening niet... je laat niet zien op wie je stemt. Uh, je laat de kijker zo min mogelijk... zit je de kijker in de weg met jouw persoonlijke opvattingen. Maar je vertelt het nieuws en daar doe je verslag van. Dus het ging vooral om het beeld, als we hier naar kijken. De, dit was een beetje een formulering om ervoor te zorgen dat de NOS en de NTR samen konden werken. En dat de VARA eruit ging. Ja. Nou, bij nieuwsuur zijn vaak deskundigen te gast. Um, nu zijn het elke avond weer anderen. Hoe zorg je er dan voor dat je als presentator altijd op de hoogte bent van wat er wordt besproken? Nou, dat, de bedoeling is, daarom zei ik dat, van lees zoveel mogelijk kranten, informeer je goed. En uh, ik ben totale nieuwsjunkie. Ik ben sinds ik op de school van journalistiek terecht ben gekomen verslaafd aan nieuws op een belachelijke manier. Um, zou af en toe wel wat willen minderen, maar ja, het is wel handig voor mijn beroep. Maar heb je ook wel eens gehad dat je echt een bepaald onderwerp had en dat je daar toch niet genoeg verstand van had uiteindelijk en dat ook niet kritisch genoeg kon bevragen? Nou, het laatste niet. Dan, uh, dan heb je je slecht voorbereid, maar er zijn wel onderwerpen waar ik veel minder van af weet. Maar dan moet ik harder werken om het interview goed te krijgen en er veel over te lezen. Ja, en bereid je je altijd goed voor? Hoeveel tijd neem je ja. ervoor? Ja, zeker. Ja, als we dan kijken naar zo'n zo'n werkdag bij nieuwzuur. Um, hoe, 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 hoe zie ik dat dan voor me? Nieuwsuur is echt een machine. De, toen ik er kwam was het vijf dagen per week, toen werd het zes, toen werd het zeven. En uh, het begint om uh, half tien met een redactievergadering. Daarin worden de onderwerpen besproken van die dag en de uitzending van de avond ervoor wordt geëvalueerd. Ik spreek nu over uh, vier jaar, drie, vier jaar geleden toen ik er nog was. Er zullen ongetwijfeld wat accentverschillen ja. zijn. Uh, als presentator kom je rond een uur of drie binnen. Maar je hebt eigenlijk de hele dag contact met de eindredacteur over welke onderwerpen, welke gasten... En uh, ja, je kunt natuurlijk ook je eigen gasten inbrengen. Of ik vind het heel leuk om zelf gasten uh, te regelen. Ik doe nu één keer in de zoveel tijd Buitenhof op zondag. En uh, ik presenteer aanstaande zondag. En ik vind het altijd heel erg leuk om een gast in te brengen. en die zelf ook te regelen. Dus om je een voorbeeld te geven. Ik volg de afgelopen vijf weken een Britse journalist. van voorheen van de BBC. Die heet. Moeten jullie maar eens opzoeken? John Sweeney. Op Twitter kun je hem vinden. Overal kun je hem vinden. En hij zit al vijf weken in Kiev. Hij doet iedere dag, uh, hij werkt nu niet voor een omroep, maar hij doet het op als, als een soort ZZP'er. Maakt hij op zijn iPhone een uh, dagboek. En dat twittert hij. En binnen de kortste keren heeft hij heel veel volgers gekregen. En hij vraagt, uh, god als je dit interessant vindt, kun je me uh, steunen met, uh, met een pond per dag. Of uh, niet per dag, maar stuur me wat geld en dan kan ik hier blijven. Want hij heeft wel een auto en een chauffeur en een uh, fixer. En dat vind ik een van de leukste, meest interessante mannen die op dit moment verslag doet uit dat gebied. En die heb ik een mailtje gestuurd een paar dagen geleden van goh. Uh, ik vind het hartstikke interessant wat je doet. Zou je aanstaande zondag te gast willen zijn in Buitenhof? Dat is gelukt. En die zei dus, ja. Zo ja, ja. gast regelen. Maar ja. goed, we gaan het nu hebben over uh, College Tour. Want daar kunt iedereen uh, Mag, mag ik daar iets over van. zeggen? Tuurlijk. Uh, we beginnen over een paar weken. Want daarom ben ik ook een beetje hier. Een beetje reclame maken voor het ja. programma. Slim, slim. Jullie timing was goed. Over een paar weken beginnen we met uh, een nieuwe reeks van College Tour. En aanstaande maandag maken we de eerste drie gasten bekend. Van de zes die we voor de zomer doen. En uh, ik raad jullie allemaal aan om even online mee te kijken. Ik mag het nu nog niet zeggen. Want uh, zeggen. we een hebben een sneak het... preview. Ja, maar dat gaat niet, want ja, jullie zetten allemaal camera's erop. Ja. Geen primeurs? Uh, maar geen maandag staat het online. En ik weet zeker dat als je het nieuws volgt, dat die, dat die drie gasten. Ik zou denken als ik hier studeerde, ja, daar wil ik per se bij zijn. En we hebben iets heel grappigs meegemaakt. Vorig jaar tijdens de eerste college tour die na corona weer terugkwam... zijn er een paar mensen, ik denk niet dat ze hier zitten... eerstejaars van de school van journalistiek uit Utrecht. Zijn jullie er wel? Hey, jongens. Ja, jullie zijn naar de college tour Hallo. geweest. <laughs> nou, die zijn dus te gast geweest bij ons. En is ook uh, mijn, uh, mijn sidekick, is die er ook? Die iedere keer eventjes het podium opkwam? Nee, die is er niet. Ik ben even zijn naam gekregen. Maar er was één iemand en die van jullie school en die, um, uh, die vond het heel erg leuk. Zegt, nou kom je volgende keer weer. En ja. die is van de zes afleveringen, is hij er vier ja, die gekomen. die maakt TikTok volgens mij. Is ja. dat die? Ja. ja. Klopt. Nou, Voor iedereen om in gedachten te houden van uh, misschien naar college toe gaan. Ja, dus meld je aan ja. en, uh, en kom en stel een vraag. en Ik uh, bedoel, je leert er veel van. Dat is de bedoeling. Dat je ook leert, niet van mij, maar van de gast. Ja. En, uh, en om de promotie even compleet te maken. We hebben een compilatie. Kun je meteen even zien wat het is? Oh, ja. En samen met 1600 studenten hier in het Circus Theater in Scheveningen interview ik Bill Gates. Oh, hey. Thank you so much, for Ik vind het heel stom dat ik dat zeg. Nee, ik vind het goed dat je de vraag ter discussie stelt, maar daardoor blijkt ook dat het een goede vraag is. Want door je af te zetten tegen die vraag komt er een ander mooi antwoord. Wat je net gegeven hmm. hebt. Ja. Yeah. Oh. Hey? There's another thing where someone said, um, do you want to be bigger than Adele? And I was like, who doesn't? ik vraag het u nog een keer, want de zaak is verjaard. Waar is het restant van het geld gebleven uit de ontvoeringszaak van Heineken? Nou, Dat zeg ik u dan nog een keer. Dat is verbrand op stroom. Je, zei, je, je staat puntenlijst je... ook nog? Mag ik dat eens zien? Eerst lees ik even voor. Je mag zelf bepalen of je oh, je puntenlijst wil uh, laten weten. Ik denk dat we... u zelf, dat u veel van nieuw succes aan uw broer te danken heeft. Ja. Ja, dat denk ik. Nou goed, uh, bij college tour nodig je dus uh, bekende personen uit en jij en het publiek, alle studenten die kunnen vragen stellen. Uh, maar was het ook jouw, jouw idee erachter? Wat was jouw originele idee? Uh, toen ik terugkwam uit uh, New York als correspondent vond ik dat er heel weinig programma's waren voor mensen van jullie leeftijd. En uh, ik vond, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, dat televisie veel te veel een eenrichtingsverkeer had. Dus wij zenden uit, wij bepalen welke gasten er komen en het publiek mag komen om te klappen. Of om een beetje mooi te zijn en that, that's it. En dat vond ik vervelend, maar dat vond ik saai. En mijn idee was inderdaad een beetje afgekeken van de presidentsverkiezingen, waarin uh, de eerste ronde iedere presidentskandidaat voor een grote zaal gaat staan en mensen uit de zaal vragen mogen stellen. Dat gebeurt in de staat New Hampshire bij de aftrap van de presidentsverkiezingen. En daar ben ik bij geweest. En dat vond ik zo ontzettend leuk, omdat die presidentskandidaten uh, dan vragen kregen waar ze totaal. Ja, niet op voorbereid waren en dan kon je zien of iemand het echt kon. En uh, college tours is daar een beetje van afgekeken, maar vooral interactie tussen studenten en de hoofdgast. Ja, dat is ook weer een beetje inspiratie vanuit Amerika en dus interactie vanuit de andere kant van het publiek. Ja. Maar is het dus ook van belang dat er alleen studenten zitten? Of heb je ook zoiets van ja, er kunnen ook wat, wat, wat meer oudere mensen bij? Of is het echt gewoon voor studenten? Nou, het is uh, voor studenten. Uh, het heeft ook al een beetje een educatieve kant. Mijn vader is leraar. Ik kom uit een, uit een onderwijsgezin. En toen ik uh, zat waar jullie nu zitten... op de school van journalistiek... hadden we ook dit soort ontmoetingen. En ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar ik had eigenlijk heel veel vragen. Maar ik vond het best spannend om op te staan... om een vraag te stellen. En ik uh, dacht van, goh ja... dadelijk is het een belachelijke vraag. Wat je zo kunt denken, weet je wel. Of hij komt er niet goed uit. Laat maar zitten. En toen College Tour net begon in 2007... hadden we ook zalen waarin mensen een beetje... Op hun hoede waren en voorzichtig waren. En in de loop van de jaren, het programma bestaat dus nu 15 jaar. heb ik gemerkt dat studenten veel makkelijker opstaan, uh, vragen stellen. niet alleen aan Nederlandse gasten, maar ook aan internationale gasten. want ja, je moet ook in het Engels dan. En uh, dat, dat vind ik er heel leuk aan. Jullie zijn veel, de generaties voor jullie, maar jullie ook, en niet hoe het hier zit. Uh, veel uh, makkelijker en opener en uh, durven veel meer. En dat is voor mij de lol. Want de beste vraag is, mijn ervaring komt nooit van mij... maar altijd van een student uit de zaal. Nou, even kijken wie durft. <laughs> yes, ik zie een uh, vraag daar in het midden. Ik kan je horen, hoor. Oh, ik dacht, ik dacht eigenlijk in het midden. Maar je komt er zo uit. Uh, we komen eraan. Ik dacht, hij was enthousiast. Wie was er in het midden? Ja. ja. Ga staan, we horen je zo wel. Ik door het licht. Oh. <laughs> nou, uh, hoi, ik ben Pepijn. Ik ben uh, derdejaars en uh, ik ben natuurlijk nog lang niet zo ervaren als jij bent. Wat zijn de punten waarop je zegt, daar wil ik nog ontzettend uh, in groeien? Is dat er nog, überhaupt? Ja, het, het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar dat houdt eigenlijk nooit op. Ik ben, mijn overtuiging is, op het moment dat je denkt van, ik kan alles wel, dan moet je ermee stoppen. Want A, kan dat niet waar zijn, want je leert altijd. Uh, dus ik denk iedere keer weer van... Meestal denk ik na afloop van een programma vrij snel van: die vraag ben ik vergeten te stellen. Daar had ik dieper op in moeten gaan. Uh, dit is niet helemaal uit de verf gekomen. En het is maar heel zelden dat zo'n interview. dat je na afloop denkt: van god, dit was geweldig. Uh, en alles is gelukt. En dat geldt dan voor college toer. maar ik schrijf ook boekjes of boeken. Uh, daar geldt hetzelfde voor. Ik bedoel, het, het moment waarop je denkt: uh, van nou, beter kan niet. dat bestaat eigenlijk niet. En als je dat denkt, dan ben je. Een beetje blasé geworden en eigenlijk arrogant. Maar hoe zorg je dan voor dat de volgende keer beter gaat? Ja, door heel scherp op jezelf te zijn, door heel kritisch te zijn en niet, niet te denken van nou, het was allemaal wel oké, okay, ik, ik doe het de volgende keer weer zo. En, uh, het gaat nooit vanzelf. Dus je kunt nooit, jullie hebben dit gesprek goed voorbereid, dat merk ik. Er zitten een paar details in waarvan ik weet uh, oké, okay, jullie hebben gekeken naar wat ik gedaan heb in mijn leven. En dat dwingt respect af en dan krijg je betere antwoorden. Zoals dus ik merk, en dat heb ik ook wel eens meegemaakt, ook op scholen voor journalistiek, dat er iemand tegenover me zit die eigenlijk niet nagedacht heeft over het gesprek. Of die niet zo scherp is. Dan ben ik ook, weet je, dan hoef ik niet op mijn hoede te zijn. En dan kan ik ook een beetje op routine. En daar moet je eigenlijk voor zorgen dat, of het nou een interview is, of een boek dat je schrijft, of een televisieprogramma dat je maakt, dat je eigenlijk net altijd, dat is moeilijk te zeggen, een beetje boven je grens gaat zitten. Dus om je een voorbeeld te geven, um, de afgelopen maanden ben ik samen met uh, een hele goede jonge journalist, die nu de eindredacteur geworden is van College Tour. Hij is uh, voor mij piepjong, hij is 30, 31. Uh, voor jullie is dat alweer stokhoud. Is het Kevin? Kevin... Nee, Evert-Jan ja. is... En uh, Die is begonnen als stagiaire bij College Tour en nu is hij de baas over het programma. Maar niet alleen dat. We hebben de afgelopen maanden hebben we een, zijn we begonnen met de opnames voor een driedelige documentaire serie. En uh, het voert misschien iets te ver om daar heel lang over uit te wijden. Maar het verhaal gaat hierover. In 1972 is er een aanslag geweest van Palestijnse terroristen op de Olympische Spelen in München. En daarbij zijn. Uh, het doelwit was uh, het gijzelen van Israëlische sporters daar. En er zijn elf Israëlische sporters gegijzeld. Lang verhaal kort. Uh, bij een. Een, een poging van de Duitse autoriteiten om dit probleem op te lossen, zijn alle Israëlische atleten om het leven gekomen, vermoord. En een van die atleten was getrouwd met een Nederlandse vrouw. En die vrouw ken ik heel goed, want zij was een collega van mij, zij was een correspondent voor Nova. En wij volgen nu het spoor terug. Dus we maken een reconstructie van wat daar gebeurd is. En uh, we willen allerlei mensen spreken waarvan we erachter kwamen, maar eigenlijk kan dit niet. Zo lang geleden, we willen ook. Nog, er is nog één Palestijnenleven die dit gedaan heeft. En die wilden we interviewen. En, nou, wat ik je eigenlijk wil zeggen in het kort, uh, een beetje lang antwoord. Maar we kwamen erachter van. We zeiden tegen elkaar: waar zijn we in godsnaam aan begonnen? Want dit is niet te doen. En alleen door heel hard werken. en iedere dag met elkaar praten van misschien dit of dat. of zus of zo. Is, we hebben we nu opnames gemaakt waarvan we nu zeggen: van... hoe kan dit dat dit gelukt is? En het antwoord daarop is. door. Ja, belachelijk veel aandacht en energie erin te stoppen. En dan heb je de kans dat het heel goed wordt. Misschien. En als je denkt dat het met gemak wel wat wordt, dan is het antwoord dat is niet waar. Je kan iets niet, alles moet afgedwongen worden, alles moet bevochten worden. En het kost heel veel tijd en energie. We nemen hem mee. Ja, hard werken. We komen zo weer uit terug. Ja. Um, bij college tours spelen de vragen van studenten natuurlijk een hele grote rol. Um, in de voorbereiding neem ik aan. Hoe, hoe zit dat? Hoe ga je daarmee om in je draaiboek? Nou, we proberen alles te lezen en te bekijken en te beluisteren uh, van de gast die er is. Um, en dat, dat levert af en toe hele verrassende dingen op. Dus om je een voorbeeld te geven, je zag net een mini fragmentje van Linda de Mol. En we interviewden haar in een periode dat zij een nieuwe film had gemaakt, uh, Gooise vrouwen, de film. En die was totaal afgekraakt door een recensent in NRC Handelsblad. Belachelijke film en uh, echt voor domboos voor. Dat Kun je nu niet meer opschrijven, maar een film. Het was zoiets. Een film voor uh, domme meisjes met blonde haren. Een beetje linda de mol zelf. Dat was de suggestie. En uh, ik vroeg en we hadden een filmpje gemaakt. Want we doen ook altijd filmpjes dan met een televisierecent. Die jaren ook niet goed vond. En zij zag dat filmpje en ze was beledigd. Ze zei van ja, bij deze gast kan ik het gewoon nooit goed doen. Maar hij is vervelend. Maar die NRC-journalist die die recensie heeft geschreven over die film. Dat is echt niet te geloven. En dat je die film slecht vindt is één ding... maar dat je de mensen die die film leuk vinden... bestempelt als dom en blond... dat is gewoon een totale belediging... van de mensen die mijn werk leuk vinden. En zij zat waar jij nu zit... en uh, ik vond het fascinerend... wat ze vertelde, ze was echt kwaad... zoals je haar nooit ziet. En uh, toen zei ze van... maar het leuke was, er was een, uh, een student aan de VU... en die heeft een brief geschreven naar NRC... en die heeft geschreven, ik vond die film tof... en hartstikke leuk... En ik vond het een belediging dat ik zo werd geadresseerd... door die recensent in de krant. Nou, zei ze, dat vond ik zo fantastisch om te lezen... dat die recensent op zijn nummer werd gezet. En toen keek ik achter haar. En toen zat er een meisje met blond haar en een beetje flapperoren. Dat heeft Linda de Mol ook. En die zat ze op de stoel van uh, te glunderen. En ik zei, ben jij de schrijfster van die brief? En toen zei ze, ja, dat ben ik. Is dat dan de kracht van... Maar wacht even, we zijn er nog ja. niet. Dat is het moment... Uh, van voorbereiding. Want natuurlijk wist ik dat dat gebeurd was en dat zij woedend was hierover. En ik wist ook van de brief. Maar ik had dat moment gemist als ik me niet voorbereid had en de recensies niet had gelezen en niet had geweten dat die brief er was. En daarom uh, zag ik het. En wat er dan gebeurt, je moet die uitzending terugzien. Dat is echt te gek. Want zij draait zich om, Linda de Mol. En zij ziet daar dat meisje zitten en die leek heel erg op haar, ook fysiek. Het was een geweldig moment. En dat kan alleen door uh, perfecte voorbereiding van de redactie van iedereen. Ja, Anders had je het misschien inderdaad gemist. Dus ja, dat is, ja belangrijk. Um, maar verder is er ook wel eens wat kritiek geweest. Uh, dat er bijvoorbeeld te weinig altijd. diepgang is ja, weinig diepgang is. Omdat er sommige vragen van het publiek misschien wat oppervlakkig is. Wat vind je zelf van die kritiek? Flauwkul? Ja, ik vind uh, door kritiek mag altijd. En natuurlijk, als iemand denkt van ja, dit was niet voor mij dit programma, of het was te oppervlakkig, dan, dan is dat. Prima. Weet je, dat, uh, daar zit ik niet mee. En iedere, iedere kijker kijkt anders. En soms is het wel voor jou en soms niet. Uh, maar ik vind, het zei ik net al, de vragen van de studenten. Natuurlijk zitten er de vragen tussen dat mensen zenuwachtig zijn of er niet helemaal uitkomen. We knippen ook vragen weg. Die, uh, dat is echt. Uh, nou ja, natuurlijk. Ja, het is een. Het is een niet geschript programma. De gasten die geloven vaak niet dat de vragen spontaan zijn uit de zaal. En dat is wel zo. En weet je, soms is een vraag niet helemaal. Komt hij er niet goed uit? Of is het antwoord niet interessant? En daarom monteren we het programma ook. Maar door de bank genomen, vind ik de studentenvragen hartstikke goed. Heel interessant, en leidt het vaak naar een antwoord dat ik niet had verwacht. Ja. Nou, uiteindelijk ben jij als presentator wel degene die de touwtjes in handen heeft, zie je jezelf als de motor van een college toe? Ja beetje wel, maar maar meer op het moment zelf dat uh, als dit een opname was, dan ben ik meer de wisselwachter. Dus ik houd een beetje de lijn van het gesprek in de gaten. Uh, maar de bedoeling is dat de zaal zich open. Dat, dat studenten zich goed voelen om de vragen te stellen. Dus als ik, als ik heel dominant ben in mijn vraagstelling, dan, dan stellen jullie geen vragen meer. Dat is de bedoeling. Dus je geeft ruimte om het publiek dat ze ook vragen kunnen stellen. Ja, ja. En zelf als interviewer denk je dat jij dan vervangbaar bent? Of denk je Ja, Ja, nou, precies op sommige momenten absoluut. Ik bedoel, er zijn zoveel voorbeelden in de beste afleveringen van College Tour. Dat er een vraag is van een student. Uh, bijvoorbeeld, Louis van Gaal die hadden we te gast op de VU in Amsterdam. En er zat een student uh, die was uh, van, van christelijke komaf. En uh, die zei. Ik wist niet waar hij naartoe ging met die vraag. Die zei: van, uh, U heeft problemen gehad met Johan Cruijff, uh, uw voorganger bij Barcelona als trainer. En toen u kwam is het misgegaan tussen jullie tweeën. Want Johan Cruijff nam Louis van Gaal onder vuur. We kritiseerden hem. En Van Gaal vond dat onterecht. En die moest dan na hele korte tijd werd eruit gegooid. En die jongen die vroeg. Uh, uh, dat is gebeurd. Hoe staat u tegenover het woord vergeving? En ik moest even nadenken, maar Louis van Gaal moest helemaal niet nadenken. En die zei, uh, uh, vergeving ten opzichte van Johan Cruijff? Absoluut niet. Geen sprake van, zoals hij dat kan. En dat, dat vond ik zo uh, goed bedacht van die student om daarna te vragen. Want dat is een heel mooi uh, woord en uh, ja, een fantastisch antwoord. En daarin zag je ook de, de enorme felheid van van Gaal. En we gaan door naar de vraag van de gast van vorige week. Van Bastiaan Meijer. Hier komt-ie. Beste Twan, uh, leuk dat je hier uh, te gast zit op deze stoel. Ik heb me al warm gehouden voor je. Maar wat ik me afvraag is: als je een keer een gast hebt. Ik ben met laat, heb me laten inspireren door hier uit de zaal. Als je een keer een gast hebt waar het gesprek nou, niet echt op gang komt. Wat moet je dan doen? En zelfs als je al tien trucjes hebt geprobeerd. Hoe zorg je dat het elfde trucje wel werkt? Ja, dat kan af en toe. En ja, dat is moeilijk. Om uh, een gast die geen zin heeft, om wat voor reden dan ook. Ik zal geen namen noemen, maar we hebben gasten gehad bij college tour. Eén gast die zoveel gebloot had dat hij eigenlijk niet meer kon praten. Oh? Tijdens ja. interview, zeg maar. Was nou, was voor het interview. Zeg maar was hij <laughs> Maar kort voor het interview. Was ja, hij is stoond, ja. Oh. Uh, maar wat deed je dan op zo'n moment als je dan merkt van, nou, er komt eigenlijk echt helemaal niks uit. Je kunt de uitzending ook niet afkappen. Nee, nou, de paniek onderdrukken. Oké. Okay. Ja. Uh, we hebben een gast gehad die luisterde niet naar mij en ook niet naar de studenten. Dat was iemand die alleen maar zijn eigen boodschap kwam vertellen... waar mensen over de hele wereld ademloos naar luisterden. Maar uh, in de zaal was het anders en bij mij ook. Dat was de Dalai Lama. Dat was een, echt een uh, verschrikkelijk uh, moeilijke man om te interviewen. Uh, dus die, die momenten zijn er. Ja, dan probeer je alles in te zetten om het toch recht te krijgen. Maar ik moet eerlijk gezegd... In de eerste 30 seconden van ieder interview bij College Tour merk ik of het wat wordt, ja of nee. En 99 van de 100 keer weet ik, dit wordt leuk. En heel af en toe is het minder. We willen even met jou kijken naar een, een fragment uit 2018. Uh, je leidde een congres op de dag na de aanslag uh, op de Telegraaf. Je stelde hier een vraag en werd eigenlijk overvallen door het antwoord dat je kreeg. Laten we even kijken. En tegelijkertijd is er vannacht een brandende auto binnengereden in het pand van de Telegraaf. Ja. ja. Nou, en... dat, werd, dat werd tijd. Um... Oké. Okay. <laughs> ja. Ik zie mezelf nu in een live programma op televisie... en dan, wat is dan de rebuttal? Wat moet je dan terugzeggen <laughs> tegen iemand? Ja, er was dus kritiek op die reactie. En de reden dat we dit laten zien is omdat, we, omdat er ook wel een belangrijke les is... voor de studenten om hier uit te halen. Ja. Want hoe reageer je als er tijdens zo'n live interview iets wordt gezegd... dat jou totaal overvalt? Nou, je zei je werd overvallen door het antwoord... Uh, daar werd ik zeker door overvallen. Maar meer nog door 300, 3.000 wethouders en burgemeesters... die de slappe lach kregen. En als je goed ziet dan... Uh, ik hoor zijn antwoord en denk, fuck... Dit kun je niet zeggen, dat gaat over collega's, over de telegraaf, over een aanslag. Uh, en toen ik daar mijn gedachten over liet gaan om heel snel daar een vraag over te stellen, werd ik overvallen door de, de bulderende lach uit de zaal. En dat had ik totaal niet verwacht. En dan reageer ik verkeerd, dat, dat, dat vind ik ook. Uh, ik had eigenlijk moeten zeggen, maar dat is heel moeilijk om tegen een lach in te praten, maar dit is niet grappig. En dat is iets wat je achteraf bedenkt: het is niet grappig. Je kunt niet zeggen dat als zoiets net gebeurd is en het was een hele serieuze aanslag. Uh, bestuurders in het land kunnen, niet, kunnen dat eigenlijk niet grappig vinden. En ik, ik, wat ik daarop zei, vond ik niet goed. Dus mijn reactie was niet goed. En dat is, uh, ja, af en toe gebeurt dat. Dat ja. je niet de tegenwoordigheid van geest hebt om meteen de Juiste reactie bij de hand hebben. Is het ook niet deels een beetje ongemakkelijkheid dat je niet dan goed weet hoe je houding moet nemen daar? Als je daar aan het interview bent en je nou, zo wel. misschien interview... een combinatie van ongemak en, en de overval. Maar ja, dat is ook mijn vak. Dus ik moet daarop voorbereid zijn. Je moet ook voorbereid zijn op dingen die je niet had verwacht. Snap je? Dus er is geen. Ik kan, ik kan niet zeggen van uh, ja, het lachen aan anderen. Nee, het lachen aan mij. Uh, de, ik, was, ik had gewoon niet het juiste, de juiste timing, de juiste woorden voor de situatie die, uh, die ontstond. En dat is tegelijkertijd ook wel het allerleukste aan live uh, interviewen. Dat maakt het heel erg spannend. Dus het is het slappe koord. En soms val je eraf en soms uh, bereik je de overkant. We willen toch nog even iets anders benoemen. Uh, we willen RTL Late Night heel kort benoemen. Je hebt. Heel veel over gesproken. Uh, best hmm. wel wat, nou, er is misschien best wel wat. Er zijn best wel wat vragen over gesteld. Dat wel, ja, er zijn veel vragen uh, over gesteld. Ja. Ja. Um, de studenten kunnen hier waarschijnlijk wel een belangrijke les uit halen. Uh, dat is les nummer twee. Um, wat kun jij hem meegeven hierover? Over, over wat er daar is gebeurd bij RTL Night? Nou ja, wat er is gebeurd, is dat is heel uh, kort te vertellen. Het is een programma dat uh, begon: een nieuwe talkshow. Uh, waar de redactie en ik zelf. Uh, van hoopte dat het een heel mooi programma zou worden. En dat is het niet geworden. Kijkcijfers waren te laag. Dus na uh, een verloop van tijd. verdween het programma. Um, wat ik kan alleen zeggen. kijk, wat, wat, wat anderen ervan opsteken. dat moet je zelf weten. Maar in zijn algemeen. wat ik er heel bijzonder aan heb gevonden. is als er iets gebeurt, is het niet leuk. En vraag je je af wat nu. Uh, wat ga ik nu voor werk doen hierna. En uh, misschien word ik wel ober in een slechtlopend restaurant ergens in Nederland. Dat kan. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ik, ik uh, maak eigenlijk leukere programma's nu, interessantere programma's. Dan dat ik voorheen maakte. Niet alleen toen met Late Night, maar ook uh, daarvoor bij Nieuwzuur. Ik maak nu documentaires, college tour, Buitenhof, en Dat zijn programma's die ik fantastisch vind. Wat ik ervan geleerd heb, is af en toe uh, in je privéleven of in je professionele leven kun je verdwalen. Om bij de wandelmetafoor te blijven. Wat ik heel graag doe, wandelen. Waar ik ook een boek over heb geschreven. En verdwalen is helemaal niet erg. Dat je een keer ergens een, een pad inloopt. Uh, dat niet jouw pad is. dat lijkt misschien op dat moment heel lastig. en dan ben je bang dat je de weg kwijtraakt. maar je kan teruglopen en je pakt de hoofdweg weer. Dat is wat ik ervan geleerd heb. En wat ik, uh, wat ik erover zou willen zeggen voor jullie. Uh, ik zei net nou tegen jou: van uh, je moet keihard werken. Om resultaten te bereiken. Maar wat je ook moet doen. is af en toe de rand opzoeken. van wat mogelijk is. Daar waar het gevaarlijk en spannend wordt. En dus riskant. En als je het risico opzoekt. dan is hetzelfde met dat slappe koord. wat ik net zei. Dan, is, dan bestaat de kans dat het ergens misgaat. En nu is de volgende vraag. maar is het dan wel verstandig om dat te doen? En mijn les en advies aan jullie is. ja, dat moet je doen. Want alleen maar op safe spelen. leidt tot. Hele saaie producties als journalist. En privé kun je er van alles van vinden, vind ik ook dat je niet heel erg op safe moet gaan. Maar in je werk zou ik het je niet aanraden. En af en toe eh, ga je dan tegen de muur op of je slaat de verkeerde weg in, maar dat is helemaal niet erg. Je leert ervan. Als het goed is, word je er beter van. En je krijgt heus wel weer een andere mogelijkheid om uit te blinken in wat je doet. Nou, mooi, dankjewel. En je hebt uh, heel wat afgewisseld ook de afgelopen jaren. Nou, dus RTL, de publieke Omroep. Je hebt College Tour weer opgepakt. Um, je presenteerde de waarde van de aarde. En je doet dus nu Buitenhof. Dat bedoelde je net zo ook al. Maar denk je dat je dus nu wel op je plek zit? Of zou je nog iets anders willen proberen? Nee, ik, de, het wonder van, van RTL Late Night is... Uh, want do, nogmaals, ik zei dat net al. Van Op het moment dat zoiets gebeurt, is het echt ingewikkeld. Van Hoe kom ik hieruit? en uh, uh, Hoe los ik dit op? En wordt het ooit opgelost? Maar uh, de, het, het frappante aan dat programma is. wat ik net al zei, maar ik kan het nog wel preciezer zeggen. Het heeft precies die programma's opgeleverd uiteindelijk. waar ik nooit op zoek ben gegaan. die heel erg bij mij passen. Dus je noemde de documentaire serie De Waarde van de Aarde. zes afleveringen over grondstoffen. waar we niet zonder kunnen, maar die de boel op de wereld. op de aarde verkloten. Nou, één aflevering. die is vorig jaar uitgezonden in die reeks. De Portemonnee van Poetin heette die. Die werd eigenlijk iets te vroeg uitgezonden. Die is uh, tweeënhalve week, drie weken geleden herhaald met hele hoge kijkcijfers en met heel veel reacties. Die gaat over het conflict van nu. En ik heb me daar als journalist en als verslaggever in vast kunnen bijten. Het was een fantastisch programma om te maken. Er komt ook een vervolg op. De documentaire serie die ik net beschreef over München... is een waanzinnig avontuur voor iedereen die erbij betrokken is om te maken. College Tour, nou ja, ik, daar kan ik mijn lol niet bij op. Kom kijken, je zal zien hoe leuk dat dat is. En Buitenhof is, is zo'n feestelijk journalistiek programma... Want Anders dan de grote tafel uh, bij de talkshows met heel veel gasten eraan, uh, we hebben, is uh, buitenhoofd het format natuurlijk, dit gesprek is één op één. Soms met meerdere mensen aan tafel, maar meestal één op één. En dat leidt tot gesprekken van een kwartier of soms een half uur. Zie wat van Linde, hebben uh, we een half uur vooruitgetrokken. Waar je echt in dat geval je in kunt vastbijten met hele goede research en hele spannende interviews kunt maken. En dat is eigenlijk het allerleukste wat ik vind dat ik kan doen. Op dit moment. Wat hierna komt, weet ik niet. Maar dit vind ik op dit moment fantastisch. Zijn er nog vragen uit de zaal? Yes, daar helemaal bovenin. Dit is het trouwens het laatste moment, de laatste vragenronde. Dus als je dat boekje wil, ga staan. zit <laughs> ja, ik, uh, ik heb best wel een luide stem. Man. Ik hoor je. probleem. Yes. Nou, mijn vraag is net al een heel klein beetje beantwoord met RTL Late Night. Alleen, toch, uh, ja, vraag me af hoe u zelf ermee omging uh, met al die kritiek en met de lage kijkcijfers. U nam natuurlijk de show op van Alberto Tanna. Het was al in een dalende lijn, maar toch was de eerste show ja, historisch laag. Hoe ging u daar zelf mee om in de eerste weken? Uh, vechten, zo, zo hard mogelijk vechten om toch te zorgen dat het, uh, dat het beter wordt. Dus ja, ik ik hou niet van opgeven, dus uh, ik ben wel tot het gaatje gegaan. Uh, maar ja, op een gegeven moment moet je ook toegeven van ja, wat ik er ook aan doe. Het, blijft, het is zoals het nu is en de kans dat het beter wordt is niet zo groot. Dus uh, verlies nemen en door. En hoe denkt u dat het komt dat u zulke historische lage kijkcijfers heeft gehaald <laughs> met RTL Late Night? Uh, ik denk dat ik niet uh, paste bij de omroep waar ik voor werkte. En uh, dat het, ja, het, het, terwijl iedereen bij, bij RTL leed naar want ze hebben mij gevraagd om bij RTL om te komen. En het was een, een, een gemeenschappelijke beslissing en het, iedereen had er hele grote verwachtingen van. En het was van. We willen jou juist hebben, want je bent een journalist en dat kan en, dus en zo. Uh, en het werkte niet. Uh, ik pas niet bij RTL. Dat is mijn conclusie. En uh, dat wat ik graag doe en kan, uh, dat kan bij de publieke omroep heel erg goed. Maar er is, RTL is daar toch niet geschikt voor. En dat heeft met ons te maken, met die omroep en met mij. Dus dat is mijn verklaring. Is er nog een andere vraag? Kijk, zo, heel veel handjes, heel veel handjes. Uh, ja. Ja, hoi. Uh, ik ben Vincent. En uh, mijn vraag is, uh, wat zijn uw innerlijke drijfveren om... Ja, het werk te doen wat u doet? Uh, ja, misschien is het, het het oppervlakkige antwoord... ik ben heel erg nieuwsgierig. En als we langer de tijd zouden hebben... dan uh, zou jij door moeten vragen... Ja, maar wat houdt het dan precies in, nieuwsgierigheid? En wat, waarom moet je altijd van alles van andere mensen weten? En uh, misschien zou ik dan wel het antwoord geven... als je door zou vragen... Uh, waarschijnlijk vind ik mijn eigen leven een beetje saai. En uh, ben ik heel erg benieuwd naar... wat het betekent om onder moeilijke omstandigheden of hoge druk uh, mijn werk te doen, wat ik gedaan heb in crisisgebieden. En dan kom je langzamerhand in de buurt van het antwoord. Ik vind het spannend om steeds uit te zoeken wat zijn mijn grenzen, wat kan ik, wat kan ik doen in mijn vak en hoe moeilijk kan ik het mezelf maken en er toch nog een heel mooi verhaal uitslepen. Uh, en tegelijkertijd, het beste antwoord is denk ik dit, dit geweldige beroep, want dat vind ik dat het is, geeft je een alibi om aan iedereen alles te vragen. En uh, iedereen hier in deze zaal heeft een verhaal. Als je even gaat uh, krabben, uh, denk je misschien uh, van, nou ja, er zit niet veel in. Maar dat is niet waar. Als je, nemport wie hier in de zaal zit, goed uh, onderzoekt en goed voorbereidt... dan kun je een prachtig interview maken. En natuurlijk heeft de een veel meer meegemaakt dan de ander. En sommige mensen kunnen ook nog fantastisch vertellen. Dus de hoofdpersoon van de documentaire-serie uit München 72, de correspondenten... Is een, is een geweldige verteller die zich ook open op een gegeven moment om het verhaal te vertellen. En ik voel me dan heel erg rijk als ik, dat, als ik daarbij mag zijn en dat allemaal mag horen en weten. He, twee weken geleden liep ik met haar door het complex in het Olympisch dorp in München, waar haar man waar de gijzelingsactie begint. En zij loopt daar doorheen met, uh, met haar dochter. En uh, om daarbij te zijn, dus, misschien vind je dat heel raar dat ik dat zeg, maar het is heel bijzonder dat mensen je toegang geven tot zo'n groot verhaal. Dat vind ik het geweldige aan dit beroep. We hebben al uh, heel veel van je gehoord, maar toch zijn we wel benieuwd. Wat is nou jouw ultieme tip aan de student? Als je er nu één zou moeten noemen. <coughs> um, nou, je zit, wat mij betreft, op de. Ik weet niet of de opleiding leuk is, of jullie het goed naar je zin hebben hier. Maar dat, dat, ik, kla, ik klaagde samen met mijn uh, studenten in mijn jaargang heel erg veel over leraren en over de opleiding. En toch heb ik daar heel veel geleerd, merkte ik uh, na afloop en was het een springplank naar, uh, naar het vak. En uh, dit vak, als je, het, uh, als je er alles in stopt wat je hebt, dat zei ik net tegen jou, dan kun je de meest geweldige verhalen naar boven trekken en uh, hele mooie avonturen beleven. En je wordt er zelf wijzer van. Ik heb zo ontzettend veel geleerd in de afgelopen uh, 38 jaar dat ik journalist ben. Uh, ongemerkt heb ik heel veel opgestoken van alle geweldige gasten... die we bij College Tour hadden. Die in bijna alle gevallen de beste in hun vak zijn. Dus wat niemand ooit aan mij vraagt is... Uh, hoe is het voor jou om naast die mensen te zitten? Nou, ik zei je, ik kom uit een onderwijsgezin. De verborgen truc van College Tour is dat ik nog nooit... in al die jaren onwaarschijnlijk veel geleerd heb van deze mensen. Op alle vlakken. En ik gebruik heel vaak... Uitspraken, One-liners van de gasten uit College Tour. Gisteren is uh, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright van Amerika is overleden. En zij was de gast in uh, college tour. En toen zei ze en alle, alle meiden in de zaal die veerden op. Het ging over hoeveel harder moeten vrouwen werken om dezelfde positie te halen als mannen. Nou, dat was haar favoriete onderwerp. En toen zei ze op een gegeven moment van nou, het is onwaarschijnlijk hoe moeilijk het vrouwen gemaakt wordt om. De topfunctie te bereiken en zij had dat bereikt. Ze was de eerste vrouwelijke minister van buitenlandse zaken. En toen zei ze op een gegeven moment: um, 'There is plenty room for mediocre men. There is no room for mediocre women.' En dat werd uh, het motto van de redactie, het vrouwelijke deel van de redactie van College Tour. Er is heel veel ruimte voor middelmatige mannen op topposities, maar er is geen ruimte voor middelmatige vrouwen. En je zou kunnen zeggen dat is belachelijk oneerlijk. Um, en het is iets waar je lang over kunt praten, maar dat begint enorm te veranderen. Als het niet al heel erg veranderd is. En uh, dat is nog maar voor een deel waar. Weet je, er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in de politiek en op hoge functies. Maar weet je, Sigrid Kaag is de vicepremier. En durft uit te spreken: ik wil premier worden. Niet dat het mij om haar gaat, maar die ambitie was uh, 30 jaar geleden al. Was het toch was het niet zo sterk? Uh, dus eigenlijk is mijn advies. Aan iedereen van jullie. Uh, werk je te pletter. Maak er het beste van. Maak de mooiste productie. Maar toch nog een beetje raar als ik dat zeg. Maar ik zeg het toch. Ik bedoel, ik ben vandaag 58 geworden. Ik ben een blanke man. Uh, dus eigenlijk. Uh, we maken wel schappen Met mijn leeftijdgenoten. We zijn bijna gecanceld. Nog even. En uh, we hoeven niet meer mee te doen. Dat is allemaal flauwekul natuurlijk. Maar ik doe toch wel een oproep aan de, de dames hier in de zaal. Opnieuw weer. En dat vind ik wel jammer. Er We zijn bijna alle vragenstellers jongens, mannen. En jullie moeten uit de startblok. Uh, laat je gaan, stel je vraag. Dus als je nog ja. tijd hebt uh, en er zijn nog dames in de zaal die ook een vraag willen stellen, zou ik dat wel mooi vinden. Ja, stap naar voren dan inderdaad. Nou, vrouwen, steek hem in je zak. Dat is uh, inderdaad. Een nou, hele niet goede te tip. snel. <laughs> Wacht even, er ging net iemand staan. Ja. Oké, okay, nou, hij komt eraan. Nou, het is niet echt... Ik ben Anne trouwens, hoi. Uh, het is niet echt een journalistieke vraag, maar ik vroeg me af... heb jij je zachte geest soort van bewust afgeleerd? Of is dat... Want ik zag het net toch een beetje, dat het wel... Uh, hij was meer, maar nu is hij minder. Ja, zie je meteen een goede vraag. Uh, de, als, de, op het moment dat ik naar Amsterdam ging en begon met mijn uh, carrière als journalist... Uh, en mensen waren boos op wat ik deed in, in Amsterdam... en ze belden naar het radiostation... Dan kwam er best vaak de opmerking: haal die, haal die Limburger van de radiozender af met die onuitstaanbare zachte G. En ik dacht op een gegeven moment: misschien moet ik daar ook wel iets aan doen. Hij was toen inderdaad veel zachter, wat jij zegt, dan, ja. dan nu. En um, uh, zoals iedereen ging ik ook naar een presentatiecursus. En daar zat een uh, presentator, een presentatrice van voor mij. En die vroeg ik: Van god, wat vind jij, uh, ik moet denk ik maar naar logopedie om daar vanaf te komen. En toen gaf zij het uh, geweldige advies: niet doen. Want daarmee verlies je je authenticiteit als persoon en als interviewer. En daar word je absoluut niet beter van, daar word je alleen maar slechter van. En bovendien klinkt het hartstikke mooi en denk ik dat het een wapen en een troef zou kunnen zijn voor je werk. En dat heb ik serieus genomen en zo is het ook. Iedereen heeft door zijn afkomst wie je bent, man, vrouw, uh, maakt niet uit wat. Maar je kunt ook je afkomst inzetten of wie je bent als je troefkaart. En in mijn geval, ik heb dat niet bewust gedaan, maar ik heb later wel eens gehoord... Uh, jij stelt hele scherpe vragen, maar door de manier waarop je ze stelt, lijken ze onschuldig. En dat heeft iets te maken met mijn afkomst en met mijn zachte G. En uh, dat heb ik best vaak ingezet als... Uh, als wapen. Als wapen. Ja, Oké, okay, dankjewel. Ja, ja tof. Nou. Ja, zijn er nog meer vrouwen in de zaal die vragen hebben? Ja, geven? nu gaan we los. <laughs> Heel onschuifend. Hoi, ik ben Lilian. Um, ik had een vraag. Als je voor uh, College Tour echt alle mogelijkheid had tot alle gasten... wat is iemand die je nog echt heel graag voor je zou willen hebben? Goeie en goeie vraag. Um, het is een lange lijst. En het, um, wat we dit jaar geprobeerd hebben, dat gaat nooit lukken. Maar ik heb het wel geprobeerd. Ik, ik kom uit Limburg. Ik ben katholiek opgegroeid. Gelukkig niet in een dogmatisch gezin. Maar ik heb wel tegen mijn zin in, in de kerk gezeten. Uh, er is een lange periode geweest in mijn leven dat ik de kerk echt haatte. Vanwege seksueel misbruik. En daar ook veel onderwerpen over heb gemaakt. En een paar jaar geleden kwam er een paus die daar iets aan ging doen. Uh, de Argentijn, Franciscus. En ik, uh, tot op de dag van vandaag, vind ik dat een fascinerende man. Niet omdat ik katholiek Ik bedoel, ik ben nog in naam katholiek. Ik sta nog ingeschreven. Ben niet uitgeschreven. Maar ik ga niet meer naar de kerk. En ik zou hem graag willen interviewen. Uh, om allerlei redenen. Maar er zijn er zoveel. En die staan allemaal op een lijstje. En we doen de, de redactie van College Tour is heel vindingrijk in het vinden van. in het uitnodigen van de meest onmogelijke gast. En uh, misschien een beetje als cliffhanger, maar maandag maken we drie gasten bekend. Dat zei ik. En er zit één buitenlandse gast tussen, een vrouw. Uh, van het allerhoogste niveau in haar Klein veld. Ja, een muurtje alvast dus. Waarom? warm. Eh... <laughs> En uh, dat, dat, is, dat is zo iemand die zich niet vaak laat interviewen. En onze ervaring bij College Tour in 15 jaar tijd is nu... Mannen die je vraagt, zeggen meteen ja. Vrouwen die je vraagt, zeggen heel vaak nee. Of ben ik nog niet aan toe. Of het komt te vroeg in mijn leven en in mijn loopbaan. En oh. uh, ja, dat is gewoon een feit. Dat, dat merken wij. En als je dan toch maar lang genoeg uh, blijft bellen en vragen. Dan, uh, en dat is het leuke van, en tegelijkertijd frustrerende van het werk bij College Tour. Heel vaak vang je bot. En soms vang je, heb je de grootste vis van de wereld aan je hengeltje hangen. En die komt dan plotseling langs. En dan weet ik niet of dat een hele mooie uitzending wordt. Dat hangt weer van jullie af. Maar ik uh, nodig jullie voor alle gasten uit. Maar deze in het bijzonder. En maandag weet je wie het is. Okay. Spannend. Tof. Nou, dankjewel in ieder geval als je vraag is beantwoord. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, dan gaan we even kijken naar de gast voor volgende week. Daar hebben wij een fragmentje van. Ik ben Samia en ik ben een van de nieuwe presentatoren bij 101TV. Maar eerst, hoe is het nou om te horen dat je door bent naar de finale? Wij hebben voor jou de zeespeel. Ja, je hebt een primeur. Yes! <laughs> maar niet elke moslima draagt een hoofddoek. Om zeven uur in de wereldrijd door Mark Mirabergs is mijn tafelheer. Freek van doet wat hij altijd doet. Leuk zijn. En als u blijft kijken, verander ik vanzelf in Matthijs van Nieuwkerk. Tot zo! Ja, Samia F. zoui dus. Uh, heb jij een vraag voor haar? Die kun je dan in deze camera stellen. Ja, ik vind Samia heel erg stoer. En ik ben heel erg benieuwd naar... Uh, wat is het grootste vooroordeel dat ooit naar je hoofd geslingerd werd... waarvan je dacht... Belachelijk. Maar ik zeg er toch niks van. Of heb je wel wat gezegd? Dat Top. Is ja, dankjewel. Gaan we stellen. Dat was het dan weer voor het bonusprogramma. We willen jou onwijs bedanken dat je er was. We hebben nog een uh, klein taartje voor je voor je ja, verjaardag. Voor je verjaardag <laughs> natuurlijk. Taart voor die missen. Oh, dat is leuk. <laughs> dankjewel. dankjewel. Ja. wel. Dus die mag je allemaal opsmikkelen. Merci, <laughs> merci. En uh, we willen jullie weer onwijs bedanken voor het komen, kijken. Um, en dan zien we jullie volgende week weer met een nieuwe gast. Ja.